Goedendag. Roel Zuilen. Ik ben deze maand 35 jaar geworden. En ik woon nu zo'n 3 jaar hier in Bunde. En dit jaar sta ik op plek 3 namens het CDA voor de verkiezingen. Ik ben natuurlijk geen onbekende in de politiek. Ik heb al vaker meegedaan in Sittard Geleen. Ja, vaker 1 keer meegedaan. En ik heb 1 keer op de lijst gestaan voor de provinciale verkiezingen. Dat maakte dat ik ook al een aantal jaren lid ben van het CDA. En als je eenmaal op zo'n lijst staat, zo'n ledenlijsten, dan als je een keer verhuist, dan komt dat vaak weer bij een penningmeester of een secretaris van die lokale afdeling uit. Ja, en dan sta je al snel op plek 3 als jong iemand en nieuw iemand in de gemeente. Wij als CDA zeggen sowieso, we blijven de komende 4 jaar zelfstandig en wellicht ook nog wel langer. Hoe we dat moeten doen? Nou, volgens mij weten we dat de begroting inmiddels op orde is en dat we de komende 4 jaar gewoon heel goed moeten gaan kijken wat gaan we doen en hoe gaan we dat doen en in overleg met alle betrokken partijen die daarvoor nodig zijn. Maar wij als CDA blijven ons standpunt vasthouden, eigen regie en een zelfstandige gemeente. We willen meer inzetten op hoe voelt de jeugd zich nou hier veilig. En daar willen we natuurlijk ook met jeugd en jongeren over in gesprek gaan. Ook met scholen. Het is natuurlijk heel belangrijk dat alle scholen die we op dit moment hebben binnen de gemeente, ook blijven binnen de gemeente. Want daar begint de ontwikkeling van een persoon. Maar ook het uitgaan en de vrije tijdsbesteding, dat moet gewoon beter. Of dat moet gewoon gemonitord worden, maar ook beter gemaakt worden, zodat ze zich hier veilig voelen, dat ze ook hier blijven. En dat ze niet na een studie zeggen, weet je wat, we gaan ergens anders heen. En later komen we wel weer een keer terug, maar we vinden het ook fijn als ze zich hier ontwikkelen. Wij als CDA zeggen dan, weet je, wij gaan als raadsleden op de lijst staan. En dat is een rol die ons bevalt en waar we goed in zijn en goed willen zijn. En ook de tijd voor willen nemen. Wethouder is dan toch net iets anders. En daar zeggen wij als CDA, wij zoeken een wethouder van buitenaf die de expertise heeft op het onderwerp waar hij wethouder voor wordt. Zo is hij onafhankelijk, maar wel betrokken bij de gemeente Meersen. En kan hij met zijn kennis en zijn visie en expertise de rol van wethouder voor deze gemeente goed uitvoeren. We hebben er nu 3. Laten we zeggen dat we sowieso willen behouden van 3 zetels. Maar goed, we hebben 12 topkandidaten op onze lijst staan. Nou, dat zou mooi zijn, maar laten we vooral niet te ver vooruit kijken. Laten we gaan voor het meest haalbare. Laten we zeggen, we gaan voor 3, misschien 4 en misschien 5.